ja. Heb je het al gehoord? Mark en Maartje waren in het jeugdjournaal. Ze hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima gelukkig gemaakt. Waarmee? Nou, ik zal het je vertellen. Amalia, de prinses, die werd ziek. Ze viel af, wat zeker geen kwaad kan, en ze werd al moe als ze een trap opliep. En dat was al maanden zo. Bijna niet eten, heel slecht slapen, bleek gezichtje en de hele dag door hangerig. De hofartsen hebben van alles geprobeerd. Levertraan, kamillethee, spinazie, noem maar op. En koning Willem riep ten einde raad al zijn ministers naar zijn paleis. Wie kan hem van advies dienen? De minister van ICT, van de computers, had gehoord van de nepsite van Mark en Maartje. Was dat een oplossing? Een slaapschelp waardoor Amalia zou dromen en tot rust zou komen. En dan zou ze weer gaan eten. Een prima idee, zei de minister van Defensie. Niet geschoten is altijd mis. Mark kreeg telefoon van de minister van Binnenlandse Zaken. En een deftige stem zei, meneer Mark, ik ben die en die en ik heb vernomen dat u een slaapschelp bezit. Kunt u dat bevestigen? Mark is heel verbaasd, maar geeft correct antwoord. Nee, meneer, het is een droomschelp, geen slaapschelp. Eerwaarde heer, dat mag de pret niet drukken. Zijne majesteit laat vragen of hij de slaapschelp, de droomschelp, mag inzetten om de slaap van zijn dochter Amalia te bevorderen. En indien u dit kan bevestigen, dan sturen wij een koerier om die schelp in ontvangst te nemen. Natuurlijk, meneer de minister, antwoordt Mark. Het kostte 1 euro en prinses Amalia moet haar droom wel op onze website zetten. En zo is het gegaan. Amalia sliep als een roos en droomde fantastisch. Niemand herkende haar. Ze kon van alles doen in die droom. Ze kon zomaar even door de stad lopen, want niemand kende haar. Even naar een sportwedstrijd gaan, of met haar hond wandelen in het bos. Er werd in haar droom niet zo op haar gelet. En dat was heerlijk. Na een week met mooie dromen was Amalia weer beter. Ze at weer, ze ging op de fiets naar school en speelde met haar zusjes. Ja, en door dit nieuws kwamen Mark en Maartje op het jeugdjournaal. Kijk ook maar.